Goedemorgen, het is weer zover. Ik ben voor de rest van het huis wakker. Wat echt gek is. Het zal wel een fase zijn. Ik spring onder de douche. Die gaan naar de opvang brengen. En dan hebben we Jet. En dan de laatste dag dat we opvang hebben voor de vakantie. Zo. Snel wie naar de opvang brengen. Naar Mariette, haartjes doen. Ik heb geen tijd voor mijn nagels, voeten, handen. Ik doe wel in de medica daar bij zo'n salon. Vind ik ook altijd heel leuk. Dus dat komt nog wel daar. Mijn haar dan wel. Hey, zie. Goedemorgen. Ik heb een zwarte legging even snel aan. Zo'n stoffen. En er zat een dingetje met je, maar loopt er net langs. Doe ik er met zo'n rol eroverheen. Oké. Nog steeds dat heerlijke gevoel van na dat douchen, dat trucje wat ik gisteren deelde. Ik voel me echt herboren. Oké. Ah, het is allemaal van de inpakken van gisteren. Look. Haartjes of the day. Oké, Mila is naar de opvang. Wij gaan naar Jet om ons haar te doen. Oh, heerlijk. Mijn haar is er. Lekker, thank you. Yay. We hebben Joe en de juice. Lekker. Oh, ze hebben het ook weer gesealed. Oh, ze was slim. Maar. Lekker. The fabulous hair. We gaan heel even. Heel even hier nog lopen en dan het sapje opdrinken. Dan gaan we weer naar huis. Geen jas aan, maar het is oké. Okay. Het is prima te doen. Tijd om dingen te gaan afronden. Lisa zit hier alweer een tijdje te werken. We zijn alle laatste dingetjes aan het doen. We gaan nu koffers pakken. Laatste koffers. Maar... ja. Zo. Jongens, het is me toch een puzzel. We hebben deze als handbagage. We hebben die, we hebben die, we hebben die. We hebben die. Hier hebben we dingen die we voor ons Amerika-huis mee willen nemen. Zoals opblaasdingetjes en zo. Wat kussentjes. We hebben twee trolleys waarvan we nog niet weten of we ze allebei echt meenemen. Dan heb ik boven die grote Rimowa. Die heb ik nu voor de helft gevuld. Maar wat er nog bij moet is Gregor spullen en Mida spullen. En dan hebben we ook hier bijvoorbeeld een bedje. Dat scheelt al. Eerst was het een hele koffer, was één bed. Maar we hebben nu dat ploptentje. En dan hebben we autostoel. We zijn dus ook fan van het koffer in koffer principe. Dus ik denk dat ik de huisdingen in die koffer in deze koffer doe. Want ja, we zijn toch 2 maanden weg. Dus dan kunnen we shoppen. Eventueel nog als extra koffer dit meenemen dan. Reisautostoel. Reisbedje. Waarom hebben we die mee? Dat is voor in New York bijvoorbeeld taxis. Moet je altijd je eigen stoeltje mee hebben. En aan het begin van de roadtrip gaan we die ook nog gebruiken. Totdat we naar Walmart komen waarschijnlijk een goede stoel kopen. Want dat is net zo duur als een stoeltje huren voor zo'n lange roadtrip. Oh jongens, dit is toch te schattig. Dit is zo'n rugzak. Die heb ik Gregor een keer gemaakt ooit. En dat wordt Mila een rugzakje. En dan gaan we allemaal patches op doen. Want we hebben allemaal leuke Disney patches en zo. Gewoon elke reis moet die maar mee. En dan onze ouders. Dan wordt dat gewoon haar zo van. Die heb ik al sinds ik 2 ben. Ja? Het sushi o'clock. Yes. Oké, Mila ligt op bed. Het is tijd voor mij om flink aan de bak te gaan. Flink vooruit te editen. Oh, we moeten die boekhouddingen nog doen. Ja. Die factuur, belasting betalen, dat soort dingen. Hey, eerst even dan die vlogs doen, oké? Of althans, zal ik er even eentje of twee doen of zo? Oké. Weet je wat ik aan het editen ben? Dit. Oh my god. Oh, jongens. Het is 1 uur. Inpakken. Echt. Klaar soort van, maar niet helemaal met de Mila dingen. Dus daar gaan we morgen even allemaal afronden. Maar er is nog zoveel te moeten doen. Even serieus. Ik moet die belasting nog betalen. Ik zit in mijn hoofd. Oh crap, dat ene heb ik wel gedaan, maar dat andere weer niet.
zoveel dingen. Net ook nog wat geboekt tussendoor voor de roadtrip. Weet je, Tess, je denkt dat je erbij met inpakken, maar er is gewoon zoveel wat je dan moet afronden. Ik heb nu ook weer een campagne iets, wat ik letterlijk alleen kan opnemen op de dag dat we vliegen. Het kan niet anders, omdat dan hetgeen wat ik laat zien, dat is dan nog niet beschikbaar. Dus je zegt, nou ja, het is goed, weet je, kan ik doen. Prima, want, nou, het is gewoon een superleuk klant. Dus, maar wel van die dingen, ik denk, oeh, je denkt, ik ben 2 dagen ervoor klaar. No, you're not. Avisa heeft super goed geholpen vandaag met editen, zo fijn. Ja, het is echt amazing. Het is echt fijn om haar in het team te hebben als het ware. We gaan dus ook proberen op afstand te editen. We gaan het toch proberen. We gaan toch proberen de vlogbeelden naar haar te sturen. En let's hope voor de best dat het gaat. Maar ik heb het al vaak gezegd en ik blijf het herhalen. Ik weet, stel we zijn ineens offline, dan weten jullie hoe dat komt. Zitten we in de natuur, hebben we geen internet. Het komt dan wel. Maar het is even wachten, misschien een dag of een paar dagen. Maar de vlog komen dan wel. Maar het duurt gewoon even verder. Ik heb net die headspa video geëdit. Oh, wat heerlijk. Die is voor deze zaterdag. En die daarna is ook al af. Dat is inpakken. Lala. Sorry hoor. Dit zijn beautygloss video's. Dus wat daarna komt, dat weet ik nog niet helemaal. Dat zal sowieso wel iets van de mukbang zijn. Maar omdat we aan het rondreizen zijn. En we hebben bijvoorbeeld echt hotels met één kamer. Weet je waar we met Mila op de kamer slapen. Ik weet niet of we altijd dat kunnen filmen. Dus ik weet niet precies wat... Wat staat daar eigenlijk? Wat is dit? Wat zie je? Huh? Wat is dat? Dit daar. Dit. Oh, dat is dat ding. Wow. Goeiemorgen. Ik moet echt gaan slapen. Ik moet echt slapen. Ik weet dus niet. Tot nu toe deden we vaak mukbangs in Amerika. Omdat we dat gewoon zelf echt heel leuk vinden. We gaan even kijken of ik... Ik kan afwisselen. Het ding is wel dat ik ook heel veel vlogs laat zien. Dus weet je wel, vroeger deed ik nog bijvoorbeeld een losse video door de Walmart lopen. Maar ik doe het ook wel in een vlog. Dus het is zo dubbel op of zo. Of moet ik het toch weer los gaan doen? Ik weet het niet zo goed. Zo van walkthrough dingetjes. Ja, ik weet niet. Oh ja, laptop naar Wiesa brengen ook. Ook, oh my god, zoveel to-do dingen. Morgen is Koningsdag. Ik denk dat wij misschien in de ochtend met Mila gaan kijken. Maar het wordt ook nog eens heel erg koud. Dus we moeten heel veel aanvoelen of we daar zin in hebben. Dag erna gaan wij vliegen. Dus so excited. Er komt iemand in ons huis zitten. Gewoon fulltime. Voorzien. En natuurlijk voor ons huis gewoon. Dus dat is heel erg fijn. Dat waren een beetje de updates. Ik kan niet meer nadenken. Niet meer nadenken. We gingen net ook dat ding boeken en we zeiden, oh my god, hebben we het nou fout gedaan? Hebben we het nou zonder restitutie iets geboekt dat niet goed is? Maar uiteindelijk was het gelukkig wel goed. Maar... Oké. Okay. Wel, tussen bedankt voor het kijken tot morgen. Bye!